Kinderen moeten op school digitaal vaardig worden. Nou, die kinderen zijn vanaf hun derde levensjaar al digitaal vaardiger dan ik ben waarschijnlijk. Dus er is ongelooflijk veel mogelijk. Ja. Maar de basis blijft de relatie van mens tot mens. Een leerkracht zelf is geen gebruiksaanwijzing en is ook geen YouTube-filmpje. Het is een mens die inspireert. Leuk dat je kijkt naar deze video. En als je luistert naar de podcast, ook van harte welkom. Brains is een serie gesprekken waarin ik praat over innovatie en digitalisering in het onderwijs. Met in deze aflevering de politiek aan het woord. Ik sprak via Zoom met René Peters van het CDA. Laten we eens beginnen met wat ik in jullie plan vond. En dat was een zinnetje, dat vond ik wel een leuke. Daar stond, we willen de grondwet uitbreiden met digitale grondrechten. Wat bedoelen jullie daarmee? Nou, wij denken van, kijk... Op het gebied van onderwijs, dan hopen we tenminste dat de basis daar is natuurlijk lezen, schrijven, rekenen nog steeds en algemene vaardigheden. Ja. Maar we doen ook mensen enorm tekort als we ze helemaal niks leren van hoe ziet de moderne techniek, de moderne wereld eigenlijk uit. Dan zul je van alles moeten leren, ook als het gaat om privacy, om online, hoe gaan we met elkaar om. En willen we ook mensen toegang geven tot allerlei, wat we nu maar noemen nutsvoorzieningen. Vroeger zou je zeggen dat gaswater ligt, maar er hoort inmiddels internet ook wel bij. Je zegt dat raakt zo erg aan het fundament dat het ook daadwerkelijk in de grondwet moet worden opgenomen. In ons denken is het gewoon een nutsvoorziening geworden. Dus willen we er ook voor gaan om iedereen goed en gestroomlijnd internet en zo te geven. En dat hoort wel zo, ja. Ja, ja. Een ander digitaal onderwerp wat ik in jullie plannen terugvond, dat is de digitale school voor het basisonderwijs. Ja. Kun je daar iets over vertellen, over die plannen? Nou kijk, ik denk dat als je nu kijkt hoe ons basisonderwijs in elkaar zit, en we hebben nu in corona gemerkt, tijdens corona gemerkt, wat er ook allemaal kan veranderen. Er zijn een hoop dingen echt nadelig, want de basis van onderwijs is en blijft een goede relatie tussen leerling en leermeester natuurlijk, tussen voor- en nadoen en een mens tussen andere mensen. Aan de andere kant heeft corona ons ook geleerd dat, andere dingen mogelijk zijn. En dat we online meer kunnen dan we eigenlijk dachten. En dat we, het zou ook jammer zijn als die lessen die we van corona hebben geleerd, of die we noodgedwongen tijdens corona hebben geleerd, als we die naar de rand weer gewoon weggooien. Mm-hmm. En volgens ons, die kun je niet weggooien, want ze zijn er. En volgens ons zou je zeggen, nou, we hebben nou gemerkt dat een aantal dingen online wel kunnen. En dat je dat zouden we moeten uitbouwen en zeker niet weggooien, denken wij. En wat betekent een digitale school dan voor het basisonderwijs? Dat de basis wel blijft dat de lessen gewoon fysiek plaatsvinden. Maar dat je niet je ogen moet sluiten dat er een aantal dingen ook digitaal kunnen. En dat leraren daar ook gewoon beter in moeten worden. Dat de lessen die we leren, de good practices, dingen die beter konden en die we nu hebben geleerd, dat we die dan moeten we verspreiden en uitbreiden en elkaar leren. Ja. En zorgen dat we van elkaar leren. En dat zullen we leraren ook in de opleiding op te nemen. Ja, ja. En hoe zie jij dat naar de toekomst toe? We hebben natuurlijk een harde les geleerd, hè? Best wel een harde les geleerd door corona, dat we in één keer om moesten. Hoe zie jij die verhouding, zeg maar, naar de toekomst toe bewegen als het gaat om, zeg maar, digitaal onderwijs en fysiek onderwijs? Nou, de basis zal altijd fysiek onderwijs blijven, dat mag je hopen ook. Maar je kunt het uitbreiden met digitaal. Het zou hybride kunnen zijn. Ik heb het zelf meegemaakt nu met mijn dochter die thuis lessen die ze gewoon volgt, die ze digitaal volgt, maar ze is maar wat blij dat ze ook gewoon fysiek les kan volgen. Dus het zou een uitbreiding van kunnen zijn. Wat je wel veel hoort, en ik hoor het ook een beetje in jouw woorden, is, ik wil niet zeggen dat een waardeoordeel is, hè, maar ik weet nog in de begintijd van internet, dan zeiden ze altijd van ja, weet je, online is leuk, maar de echte wereld is toch eigenlijk wel beter. Zie jij dat in het kader van onderwijs? Dat hoor ik wel uit jouw woorden, hè? Van digitaal is leuk, maar uiteindelijk is het fysieke onderwijs is wel de basis. Dat zal dus altijd en eeuwig de basis blijven. Altijd en eeuwig? Altijd en eeuwig blijft een relatie tussen mensen de basis. Maar dat kan toch ook online? En zo'n relatie die ga je altijd een keer aan online, maar die bevestig je gewoon ook en ook. Het wordt nooit een vervanging van, ook met maar het wordt zeker een aanvulling op. Oké. En dat is ook denk ik zoals we moeten doen. En dat kan op veel manieren. Dat kan heel simpel. Maar dat kan door gewoon even een gesprekje. Maar het kan ook door wat vragen te stellen. Het kan ook verder door online colleges te geven. Dus er is ongelooflijk veel mogelijk.
Ja. Maar de basis blijft de relatie van mens tot mens. Dat inspireert en dat geeft vuur. En dat doe je in een fysieke omgeving? Dat doe je het beste in een fysieke omgeving. Ja. Okay. En ik denk ook dat dat is wel, dat veel kinderen dat merken op school, die kunnen best wel, vooral de goede, die kunnen best wel thuis online lessen krijgen. Die kunnen ook heel gemakkelijk YouTube-filmpjes downloaden met eigenlijk hele goede uitleg van hele goede docenten. Die kunnen online colleges volgen van Cambridge, Oxford, weet ik het, alle beste universiteiten van de wereld. Maar het vuur en de inspiratie en het vind je toch bij mensen fysiek dichtbij die je letterlijk en figuurlijk aan kunt raken, waar je mee kunt identificeren. En daar is het mee te doen. En dan, dus volgens mij is het een aanvulling op. En is dat ook heel belangrijk. En de manier waarop we dat doen, die kunnen we beter leren. Dan kunnen we nog beter gaan worden. Maar een leerkracht zelf is geen gebruiksaanwijzing. Het is ook geen YouTube-filmpje. Het is een mens die inspireert. Wat betekent dat voor docenten? Als je nu kijkt, hè, die wereld die verandert natuurlijk enorm. Wat betekent dat voor opleidingen? Voor waar docenten worden opgeleid, zeg maar? Nou, ik denk dat de tijd dat een docent met een krijtje en een bord en een uitleg en dat de kinderen zwijgen en hun citaten overnemen, dat dat wel voorbij is. Hè? Mm-hmm. Dat je veel meer moet kunnen doen dan dat. Hè? Dat je in de basis computervaardig moet zijn. En overigens is daar nog heel veel winst te boeken, want ik denk dat op verreweg de meeste scholen de leerlingen computervaardiger zijn dan de docenten. Ja. Maar toch, hè, dus dat we dat niet moeten onderschatten, dat we hier wel kunnen beweren van... Ja, de kinderen moeten op school digitaal vaardig worden. Nou, de kinderen zijn vanaf hun derde levensjaar al digitaal vaardiger dan ik ben waarschijnlijk. Mm. Dus maar het betekent wel dat je als docent op school in de basis ermee vooruit moet kunnen. En als ik nu het verschil in lessen zie, alleen al online via Zoom, die mijn dochter, ik mag ze dan meemaken, ik kijk dan een beetje mee. Mm. Het verschil in kwaliteit van hoe dat gaat, van mensen die niet in staat zijn, zoals ik bijvoorbeeld, om een achtergrond in een Zoom te zetten, laat staan om een presentatie te delen, laat staan om enzovoort enzovoort. Daar zijn we gewoon nog niet toe in staat. Dat doet gewoon iets wat al suboptimaal is, doet het echt tekort. Ja. Laten we ook niet vergeten dat veel leerlingen gaan helemaal niet naar school om les te krijgen, die gaan naar school om hun sociale contacten bij te houden. En lessen zijn een noodzakelijk kwaad. En lessen zijn een noodzakelijk kwaad. En laten we ook heel eerlijk zijn, ik ben echt een goede docent geweest. Ik heb overal lesgegeven van de LTS, wat toen ook begon als ITO, individueel technisch onderwijs, tot en met VWO en ook HBO, als gastlessen dan op HBO. Mm-hmm. En je blijft toch merken dat jij het bent die inspireert, en anders gebeurt het niet. En dat hoe goed mijn uitleg ook is, ik vind YouTube-filmpjes over die onderwerpen, die zijn 10 keer beter dan ik het ooit heb kunnen uitleggen. Dus de rol van docent in de toekomst wordt wel een andere rol? De rol van docent, is geen informatie overdragen. Nee, precies. Nee. Dat was het al niet, als hij goed was. Dan was het iemand die inspireert, die vragen helpt stellen, die wijs maakt in plaats van kennis overdraagt. Want kijk, anders kon je het alleen met een boek ook al af. Ja. Een goede leraar koken is ook geen kookboek. Nee. Nee. En een goede leraar biologie is ook geen biologisch handboek. Als dat het was, dan was het onderwijs wel simpel. Het gaat om kennen, gekend worden, elkaar zien, elkaar inspireren, de juiste vragen stellen. En daarbij is nou de mogelijkheden zijn gewoon gigantisch meer nu dan vroeger. Wat eigenlijk heel positief is dus. Dat is ontzettend positief. Ja. Zolang we tenminste niet denken dat het middel het doel geworden is. Ja, precies. En als we kijken naar de rol van ICT en technologie in het onderwijs. Hoe is het gesteld met de kennis op de scholen? Nou, die kennis is echt wel onvoldoende, denk ik, op veel plekken. Kun je mensen ook niet kwalijk nemen. Maar ik weet bijvoorbeeld nog toen onze dochter die... Die kreeg, op een gegeven moment kwam die op het voortgezet onderwijs en die moest een device meenemen. Die moest ze kopen. Een computer, maar in eerste instantie, of een iPad. In eerste instantie was het een chagrijn over, want ik zeg ja, jullie krijgen geld voor leermiddelen. En nou zeg je tegen mij, koop een device voor mijn dochter. Nou is dat voor mij niet zo'n groot probleem, maar er zijn echt mensen of het wel een probleem is, om gewoon even een iPad te kopen. En dat is, terwijl jij zelf boeken, je krijgt geld voor leermiddelen en boeken. Dus of je gebruikt boeken, of je gebruikt een device. Je zegt niet, ik krijg het geld voor de boeken, dat hou ik in mijn zak en de ouders kopen het device. Nou ja, het argument was, ja, maar we willen kinderen wel digitaal vaardig maken. Ik zeg nou, als je op deze school iemand vindt, nee, twee iemanden vindt, die mijn kind iets wijs kunnen maken op het gebied van ICT aan zich. Hè? Dus hoe je dingen vindt en hoe je filmpjes maakt en hoe je dit soort dingen doet.
Dan koop ik er twee. Eén voor mezelf, voor mijn dochter en één voor iemand die het niet kan betalen. Nou, heel veel technieken, daar hebben gewoon een normale docent, die er niet in geïnteresseerd is van zichzelf, die heeft nog niet de helft van de kennis van veel kinderen. Aan de andere kant, dikwijls wel meer wijsheid. Dus die snapt wel hoe je om kunt gaan met dingen. Die snapt welke vragen je kunt stellen. Eigenlijk zijn er niet echt andere vragen dan die je in het dagelijks leven ook stelt. Maar wel met een andere context. Dus het kan je wel helpen. Wat is nou goede informatie? Wat is slechte data? Wat is fake? Wat is echt? Hoe kom je erachter? Hoe leg je relaties? Hoe onderhoud je die via internet? En spiegelend en vragend en inspirerend. En zelf ook lerend. Natuurlijk, want de rol van een docent is uiteindelijk er ook niet meer als een tijdje oplopen met lerende mensen en daar zelf ook van leren natuurlijk. Ik snap wat je zegt, maar alleen hij moet wel aangesloten blijven bij alle middelen die er voorhanden zijn. Als het gaat zeker, ja, zeker. De tijd dat je kon verwijzen naar de encyclopedie, die is wel voor mij. Ja, die hebben we wel gehad. Hey, als het gaat om de samenwerking met bedrijven, ik las een paar dagen geleden weer een artikel over toch wel wat problemen die men ondervindt met de bemoeienis van Google. In het onderwijs. Microsoft is natuurlijk ook een grote jongen die ook in educatie dingen doet. Wat vind jij van de rol van commerciële bedrijven in het onderwijs? Wat vinden jullie ervan? Kijk, ik denk dat je altijd op moet passen met ieder bedrijf en ieder algoritme heeft gewoon een doel en een bedoeling natuurlijk erachter. Of een idee althans, bewust of onbewust. En ik geef mij nog aan meestal bewust. Dus je mag ook hopen dat we daar met z'n allen wijzer zijn en scherper blijven. Dat we wel dingen implementeren die gewoon passen. Maar samenwerken met bedrijven, en dan heb ik het gewoon over bedrijven in de buurt bijvoorbeeld. Kijk, de tijd vroeger toen ik op de LTS les gaf, was het, wat deden we? Leerden we die kinderen? Die leerden we veilig bij wijze van spreken. En met de hand even nog, Stefan Meeging. Dat was toen ouderwets, omdat ze al draaibank uiteraard hadden op het vervolgonderwijs. In die bedrijven allemaal ook. Maar nee, ze moesten leren veilig. Ook nu nog, ik denk dat het heel goed is om samen te werken met bedrijven en inspirerende state-of-the-art spullen binnen de school te halen. En die leerlingen ook buiten de school te brengen om ze daarmee in aanraking te laten komen. En daar een voordeel mee te doen, dat inspireert. Dat is het echte leven, dat is nieuw. Dat is mooi. Maar er zitten ook andere doelen achter. En het is goed om je daar bewust van te zijn. En ook gevaren natuurlijk achter. Maar als ik heb gegoogeld op een hypotheek, dan krijg ik bij Facebook al bij wijze van spreken al reclame daarvan. Ja, als je niet snapt dat misschien wel een verband zou kunnen hebben, dan gebeuren er wel gekke dingen met je. Dan ga je nog geloven in complottheorieën, want die zijn er namelijk ook. Ze proberen iets te verkopen. Moet je nagaan wat er gebeurt sinds gisteren, toen ik uitgebreid jullie verkiezingsprogramma heb doorgenomen online. Vandaag werd ik op social achtervolgd door Wopke, zeg maar. En dat is dan ook positief. Ja. Voor mij is kijk, een mens, het hangt een beetje af van mensbeeld. Hè. Een mens is een mens in relatie tot de anderen, met een hoofdletter en met een kleine letter, zeg ik dan maar even. Dat blijft altijd de basis, in alle gevallen, in je hele leven. Hè. Doorgeschoten individualisme en al te gepersonaliseerd leren, waarbij echt het enige is wat jij vindt en interesseert, dat het enige blijft. Dan gaat het niet goed, want we moeten wel een gemeenschap zijn en een maatschappij. En een school, als het goed is ook een waardegemeenschap. Hè? Een gemeenschap van jonge mensen die samen met hun leraar een eindje oplopen richting volwassenheid. Ja. En daar kunnen we ICT ongelooflijk goed bij gebruiken en alle moderne middelen. Maar het moet het niet gaan vervangen. Heel helder. Nog twee dingetjes die ik van je wil weten. Eén, als we nou eens een stap verder kijken. We kijken over een jaar of 10. En ik vroeg het ook aan een aantal andere mensen. En dan hoor je termen als AI en robotisering. Als we nou eens, zeg maar, filosoferen en we kijken 10 jaar verder. Hoe groot is de impact, denk je? Staan er robots voor de klas en gaan we dat soort dingen zien? Nou, ik mag hopen dat er nooit een robot voor de klas komt te staan. Dat geloof ik ook niet. Omdat het nogmaals mensen zijn die inspireren. Maar ik denk wel, een robot kan je wel uitleg geven over technische zaken, neem ik aan. Dat kan nu ook een YouTube-filmpje. Kijk, en eigenlijk, heel eerlijk gezegd, is het allemaal niet zo anders geworden. Hè? Dus vroeger had je een boek, daarna print je blaadjes uit, maar blijft geschreven tekst. Vervolgens kun je die tekst natuurlijk vertellen op een filmpje, het allemaal, maar het blijft gewoon uitleggen. Natuurlijk, dat kan geautomatiseerd, dat kan makkelijk, dat kan ook een robot. Maar inspireren en er zijn en jou tot voorbeeld zijn,
Dat is een mens en dat blijft altijd een mens. Dus je zegt in essentie verandert er niet zoveel in het onderwijs ten gevolge van technologie? Als het goed is, verandert er in essentie niet zoveel in het onderwijs door technologie. Ik ben nu 45. Toen ik begon, schreef ik met een krijtje op het bord. Daarna kreeg ik met van die folies en licht. Later werd het een beamer, even later werd het een smart tablet. Maar uiteindelijk blijft het die docent die jou inspireert, de weg wijst. Alleen de middelen worden oneindig veel interessanter om eraan te komen. En de mogelijkheden om het te verwerken. Daar wordt oneindig veel meer mogelijk. Ja. En tot slot, jullie zeiden in het verkiezingsprogramma dat het woordje afgestudeerd uit het woordenboek geschrapt mag worden. Ja. Gaan we het onderwijs aanpassen zodat iedereen lekker zijn leven lang kan blijven leren? Dus ik denk dat het essentieel is dat iedereen zijn leven lang blijft leren. Kijk, de hoeveelheid kennis die schijnt te verdubbelen iedere zoveel tijd. En die tijd dat het verdubbelt, wordt steeds sneller. Ja. Volgens mij is het onmogelijk om die kennis op te slaan. Dus kennis in zoverre, de basis zul je moeten snappen. En daarna zul je steeds, naarmate je leven verder gaat, op de juiste plek de juiste dingen vinden. En nooit stoppen met leren. En als het goed is, deed je dat toch al niet. Nee, ik niet in ieder geval. En ik ook niet. Nee. Ja, en dankjewel voor het kijken naar weer een aflevering uit de serie Brains, waarin we praten over innovatie en digitalisering in het onderwijs. En heeft dit onderwerp jouw interesse en wil je meer van deze video's zien, ga dan naar brains.nl. Voor nu, dankjewel voor het kijken en voor het luisteren. Dag!